zeiden ze. En mijn ouders waren van die partij. Dus op een of andere manier, als je opgroeit, dan alles wat je denkt, voelt, dat krijg je toebedeeld. En het is op een gegeven moment komt het uit je, zoals nu. Maar het is iets wat ik in mijn jeugd heb gehad. En ik moet dan misschien 6 jaar zijn geweest, 7 jaar of jonger, dat ik dat liedje hoorde. En dat liedje betekende in principe dat de Democratische Partij ook won. Want meneer Jongheer was de eerste minister-president na het statuut. En is dat heel lang geweest tot aan de grote opstand in 1969. De 30 mei opstand. Maar ik moet erbij vertellen dat die Democratische Partij in 1942, toen ze opgericht werd, dat was een partij die het heel belangrijk vond dat we autonoom zouden worden in het Caribische gebied. En er was ook iemand anders die dat heel belangrijk vond. Dat was Dr. da Costa Gomes, die toen bij de Curaçaose katholieke partij was. Maar ik hoorde alleen maar dat op dat moment, ik wist daar eigenlijk nog niets van. En dat is een van de dingen die ik erg vind, is dat ik als jonge man op Curaçao en ook de jongeren nu die er zijn, dat we heel weinig van deze historie weten. En dat is erg jammer. Want als we kijken naar hoe het nu op dit moment gaat op onze eilanden, wordt er wel gestemd. Maar de meesten weten niet wat er gedaan is om er te komen. In 1919 is er hier gestemd, algemeen kiesrecht gekomen. En in 1948, 1949 in de Nederlandse Antillen. In 1949 de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht. En in 36, of als ik het even spieker, in 37 was er ook al een kiesrecht. Maar dat kiesrecht was niet voor iedereen. Dat kiesrecht was er alleen maar voor de mensen die op dat moment het hadden, het geld hadden, een bepaalde opleiding genoten of belasting betaalden, zei men toen. En dat algemeen kiesrecht, moet u weten, op dat moment gold slechts voor bepaalde mensen. En die mensen zijn mannen en de vrouwen hadden passief kiesrecht. Geen actief kiesrecht. Nou, dat was bijzonder. En ik heb me ook afgevraagd wat dat betekende, want wat heeft het betekend voor de vrouw dat ze passief kiesrecht had? Want u moet weten, toen in 1949, toen er gestemd mocht worden, waren op dat moment meer vrouwen die stemden dan mannen. En dat is indrukwekkend. Je vraagt je af, wat is er aan de hand op die eilanden, dat die vrouwen zo bewust zijn? We zouden terug kunnen gaan naar de geschiedenis van de slavernij, van het kolonialisme. We zouden ons af kunnen vragen, wat deden die vrouwen? Die vrouwen hadden een bepaalde rol in onze samenlevingen. We zouden kunnen zeggen, misschien een matriarchaal systeem. Een systeem waarin de mannen vaak van het eiland af moesten, want zoals u weet, die eilanden hadden geen grote plantage-economie. Er was niet veel op de eilanden om te verdienen. En soms moesten de mannen weg van de eilanden en dan verbleven de vrouwen achter. En de vrouwen moesten dan toch voor het gezin zorgen. Het betekende dat die vrouwen al veel zelf deden, veel leiderschap hadden. Ik ga even terug. Want in 1937, de eerste verkiezingen, zien we dat die vrouwen passief kiesrecht hebben. Maar wat gebeurt er dan? We zien op het moment dat die meneer die ik al genoemd heb, doctor, als doctor aankomt in 1937, of was het 35? In 35 komt hij terug op Curaçao nadat hij hier gestudeerd heeft. En weet u, terwijl hij hier studeert, is hij de eerste die afstudeert op het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk van de eilanden. Al in 35. Op het moment dat hij er is, op het moment dat hij gepromoveerd is, vertrekt hij naar de Antillen, vertrekt hij naar Curaçao. En daar valt hij op. 1. Door zijn kennis, maar 2. ook. Doordat hij op dat moment al opkomt voor de arbeidsomstandigheden van de mensen van de Shell op dat moment. En hij gaat dan bij die katholieke partij horen. Die katholieke partij, moet u goed luisteren, is een katholieke partij. Het is heel bijzonder. Als hij vooruitstrevend is en verder wil komen, dan blijkt er in die katholieke partij iets aan de hand te zijn. En wat is dat? Die katholieke partij, die ziet dat het autonomiestreven eraan komt. Die willen wel naar dat stemrecht toe, maar u moet weten dat op dat moment het kiesrecht zou moeten gelden voor de mannen en niet voor de vrouwen. En dan zie je, samen met dokter da Costa Gomes, zie je dat er vrouwen zijn die samen met hem optrekken. En deze vrouwen, de namen daarvan, ga jij ze noemen straks? Sommige misschien, maar ik heb begrepen dat jij tot aan die 48 gaat. Deze vrouwen samen, mevrouw Rigaud onder andere, die voorzitter was
van die vleugel van de vrouwen. Zij trekken samen op. En op het moment dat de discussie plaatsvindt om dat te moeten laten gebeuren, weet u dat dan er een partij ontstaat, niet een partij, maar dat er eigenlijk een ondergrondse beweging gaande is met de mannen en de vrouwen die ervoor gaan zorgen dat er uiteindelijk iets kan ontstaan als de kracht om het vrouwenkiesrecht op zijn plek te krijgen. Die ondergrondse beweging, dat is mij verteld, dat was zoiets als de mannen kwamen bij elkaar, die zaten dan, de vrouwen moesten dan aanrukken met de drank, en er was dan één vrouw, en die vrouw luisterde mee, en zij zei, ik wil meedoen. En de vrouw ging meedoen, die was niet meer degene die alleen maar achter het aanrecht stond, maar zij ging meedoen. Belangrijk daarin is om te weten dat die katholieke partij wel die vrouw achter het aanrecht wilde. En er komt een splijting tot stand. Er komt een splijting tot stand waarbij je langzaam ziet dat de doktoor en die vrouwen uit die partij stappen. En dan zie je de Nationale Volkspartij ontstaan. Je hoort het verschil. De Nationale Volkspartij, wat wilde doktoor en deze vrouwen? Zij wilden dat de autonomie naar het volk ging. Want als we kijken naar die samenlevingen van de eilanden, zien we dat we een samenleving hebben die gestratificeerd is. Betekent dat je een zwarte bevolking hebt en langzamerhand wordt die bevolking steeds witter. En van zwart tot wit zien we ook dat je steeds rijker wordt. Maar ook als je op het eiland bent, zit je van het westen tot aan het oosten, zie je diezelfde stratificatie. We zien de zwarte bevolking en het begint steeds meer naar het witte te gaan. En tegenwoordig hebben we de rijkste mensen in het oosten, maar niet alleen dat. We zien ook dat de mensen die de sociale ladder opgeklommen zijn, die daar ook wonen. Maar belangrijk is om te weten dat er dan in 1949, als er gestemd wordt, dat zoveel meer vrouwen gestemd hebben. Dat betekent dus dat deze zwarte vrouwen op dat moment het recht namen om op te komen, politiek op te komen. Kunt u mij tot nu toe volgen? Ja? De namen van deze vrouwen, Adèle Rigaud, dat was de toenmalige voorzitter van de vrouwvleugel van de katholieke partij. En dan hebben we die beroemde dame Nang Di Gerason. Dat zijn de dames die konden hun werk op woensdag doen. En het mooie is dat u moet weten dat zij deur aan deur gingen om handtekeningen te verzamelen, toen al, om dat stemrecht voor vrouwen te bewerkstelligen. U moet weten dat het ook een belangrijke rol gespeeld heeft in Nederland. Want het betekende, dat heb ik vandaag gehoord van een historicus, dat betekende dat deze vrouwen die met dat stemrecht kwamen, die hebben het hier ook aangeboden aan de Kamer. En dit was van groot belang, want ook hier kenden wij het fenomeen vrouwenkiesrecht. We waren in een koloniaal bewind, we wilden wel autonomie, maar ik meen, en die naam van die vrouw heb ik nog niet kunnen opzoeken in de Kamer. Dat was, hoe heet ze? Tendelo? Ja. Oké. Bedoel je de Nederlandse vrouw hier in Nederland? Ah, Tendelo. En die mevrouw Tendelo, die was onder andere belangrijk met die stemmen van die vrouw om het parlement hier te overtuigen dat het stemrecht er ook moest komen. Maar dat stemrecht kwam er niet zomaar. Want je moet weten dat in 42, van 40 tot 45, hebben die oorlog hier gehad. En die oorlog betekende veel voor onze eilanden. U weet allemaal dat onze eilanden op dat moment een belangrijke rol speelden voor Nederland. Dat betekende ook dat wij op dat moment krachten gingen voelen die we al hadden, die we ons al bewust waren met onze intellectuelen. Maar omdat we in staat waren met de brandstof die we aan het produceren waren. Het goud uit Nederland bij ons in de bunkers lag, merkte dat het van groot belang waren voor het Koninkrijk. En u moet weten dat dit soort zaken binnen het Koninkrijk of binnen Curaçao betekent dat je je eigen waarde steeds meer en meer gaat voelen als je merkt dat je ook krachtig bent. Dan, in 49 zien we al een eerste vrouw in de Staten. En binnen 28 jaar, moet je zich voorstellen, is er al een vrouw minister-president. Dat is indrukwekkend. We hebben al 100 jaar vrouwenstemrecht in Nederland. Hebben we al een vrouw in Nederland? Het is een interessante vraag om erover na te denken. Wat is er aan de hand dat wij zo lang zoveel kennis, zoveel stemrecht hebben? En waarom binnen 28 jaar doen de vrouwen dat? Ik heb u net laten zien, althans laten horen, dat de vrouwen en mannen samen streden voor dat kiesrecht. Misschien komt het ook dat deze vrouwen vanuit het matriarchaat heel
duidelijk een stem wilde hebben. Maar iets anders is misschien ook dat we, als ik naar Nederland kijk, is het niet al heel lang eigenlijk dat dat patriarchaat, en misschien ook vanuit de kerk, ook vanuit het katholicisme, dat het idee van de hoeksteen van de samenleving, dat dat misschien een rol heeft gespeeld, dus hoe geëmancipeerd wij ook zijn. Er is iets dat zich herhaalt in deze Nederlandse samenleving, waarop die ongelijkheid van man en vrouw een rol blijft spelen. En het is iets waar we misschien later over na kunnen denken, waarom zijn die vrouwen en mannen op de eilanden zo snel in staat om vrouwen te produceren. En niet één, niet twee, Maria Liberia was de tweede. Kent u Maria Liberia Peters? Heel belangrijke vrouw, internationale vrouw. Deze minister-president van de Nationale Volkspartij. Deze dame, als het ging om wie zijn de vrouwelijke leiders in de wereld, dan, als jullie dat opzoeken, zie je op dat moment dat Maria Liberia een hele belangrijke rol speelt. Op dat kleine eilandje zie je dat ze hoort bij de internationale vrouwen met invloed. Maria Liberia Peters, als we proberen te bekijken waar gaat het allemaal over, dan zien we dat de geschiedenis, de politieke geschiedenis, nog te weinig goed beschreven is. Van het koninkrijk en onder andere van die eilanden. Maar van belang is wel, ik probeerde natuurlijk ook Maria te bereiken. Ik zeg, Maria, wat kun jij me vertellen over de kracht van vrouwen? Toen zei, heb je tijd tot na zoveel maart? Ik zeg, waarom? Omdat ze onder haar redactie komt er een boek uit, waar ik hoop dat we veel meer kunnen leren. En Adria, zodra het boek uitkomt, dan vraag ik jullie dat te kopen. Het zal waarschijnlijk niet in het Nederlands zijn. Engels, papiamento, want het gaat om het autonomiestreven. Maar het is nog steeds het koninkrijk. En het zijn de talen in ons koninkrijk. Maar onder de redactie van haar zal er iets tevoorschijn komen. Deze vrouwen, we hebben na 10-10-10, hebben wij de Nederlandse Antillen zijn ontmanteld. En we hebben Aruba en Curaçao en Sint Maarten als autonome landen in het koninkrijk. En elk van die eilanden, Sint Maarten, heeft een MP vrouw geproduceerd. Aruba doet dat en Curaçao gaat ermee door. Maar, die vrouwen, die geëmancipeerde vrouwen, die sterke vrouwen van ons, die doen het niet alleen maar in daar. Kennen jullie bijvoorbeeld Cynthia Ortega Martin? Cynthia Ortega Martin, kennen jullie de Ortega-gemeenten? Cynthia Ortega Martin was een van onze politici die onder andere voor de ChristenUnie in ons parlement heeft gezeten. En zij, hele bescheiden dame, weer zo'n Curaçaose dame, die aan de barricade staat. Onder andere zijn die Ortega-gemeenten staan op haar naam, omdat ze op dat moment voor die gemeenten opkwam die te weinig aandacht kregen van het koninkrijk of land van de Nederlandse regering. Ortega-gemeenten. Ze heeft vrij lang heeft ze gezeten in het parlement. Mag ik weten hoeveel tijd ik nog heb? Volgens mij, eigenlijk moet u afronden. Eigenlijk moet ik afronden. Oh. Ik moet afronden, dus straks gaan we door, ja. Omdat we dan nog kunnen praten erover. Maar weet u waarom ik het belangrijk vind om dit verhaal van de vrouwen te vertellen, van de emancipatie te vertellen? Want als het gaat om de Antillianen, en nu komt weer mijn stuk waar ik bedreven in ben, dan gaat het erover dat we de Curaçaose vrouw zien als die vrouw die staat voor alleenmoederschap of tienerzwangerschap. Als we het over die Antilliaanse man hebben, gaat het over die man die crimineel is. Of, nou ja, een landervandert. Maar dit stuk van de geschiedenis, om te laten zien dat ze al zo lang bezig zijn met hun rechten te verwerven, dat op eigen kracht doen, maar wel met de hulp van, ja, het moest van Nederland, want zo zat het koninkrijk in elkaar. Want die meneer dokter Dekos de Gomes, die had een soort van beef, zeggen de jongeren, met de Democratische Partij. De Democratische Partij wilde het toen al gaan oplossen met de VN. En hij wilde de dialoog met Nederland. En uiteindelijk is het een dialoog geworden. Deze mensen, die vrouwen, die allemaal vochten, op hun manier. Deze mannen. Ik denk dat het belangrijk is dat we het beeld van deze krachtige vrouwen en mannen in beeld moeten gaan brengen. Want 28 jaar... na stemrecht zien we al dat deze vrouwen politieke functies innemen, gouverneur worden, gezaghebber worden
en allerlei belangrijke functies innemen. Voorlopig, deze 10 minuten, dank jullie voor je aandacht en we gaan straks weer verder. Heel hartelijk dank. En straks is inderdaad nog uitgebreid tijd voor vragen en verder praten. Dan geef ik nu graag het woord aan Rosa van Liefde. Heel hartelijk bedankt, Glenn Elberg. Het is een beetje als een whodunit. Je hebt het einde al verklapt. En nu moet ik het verhaal nog gaan vertellen. En om toch even, ik denk dat u het allemaal wel weet, maar ik introduceer de eilanden toch even. Even kijken hoe het weer. Nog eentje verder. We hebben het over de voormalige Antillen. Toen heette het nog Curaçao en onderhorigheden. Dat is natuurlijk ook weer zo'n naam, maar dat geeft wel een beetje het beeld. Hier liggen de eilanden, Curaçao, Aruba en dan hierboven. Hier nog iets beter uitgelegd. En wat wel van belang is, dadelijk ook nog even de kust van Venezuela. Want ook toen speelde Venezuela al een rol. En om nog iets meer indruk te geven van waar we het over hebben. Dit zijn de eilanden, bevolking 1863-1920. En wat je ziet, en daar gaan we dadelijk ook wat meer over zeggen. De bovenwinden zie je dat het aantal inwoners zakt. Maar je ziet op Aruba en Bonaire stijgt het. Dat is vooral Aruba. En zeker op Curaçao is een enorme bevolkingsstijging. Dus het worden steeds grotere bevolkingen. Als je denkt van, nou, ik ga even wat vertellen over vrouwenkiesrecht in Curaçao, daar gaat het voornamelijk over, dan kom je al heel snel achter dat er heel weinig is geschreven over. Het is bijna niks. In de klassieke politieke geschiedenissen is het echt met een, ja, het is een naald in een hooiberg, het schiet niet op. En ik ben dus heel blij ook met het boek van Maria Liberia Peters, ik zie ernaar uit. Belangrijke werken waar ik uit geput heb voor vandaag zijn een klassiek boek van René Reumer, later ook gouverneur geworden, Een volk op weg uit 1979, en twee nieuwe boeken. De een is van Rosemary Allen, dat is een proefschrift uit 2007, Hoe doen we het? En dat gaat over culturele processen op Curaçao. Over het dagelijks leven van Afro-Curaçaoënaars na de afschaffing van de slavernij. En zij kijkt dan naar de invloed van de koloniale overheid, dus dat is Nederland op dat moment, de voormalige slavenhouders en vooral de Rooms-Katholieke Kerk. Dat kwam ook al uit uw verhaal naar voren. En die Rooms-Katholieke Kerk en de Katholieke Partij, die zullen in mijn verhaal ook een enorm grote rol spelen. Dus zij kijkt hoe gewone mensen leven in een gestratificeerde koloniale samenleving. Margot Groenewouds dissertatie is 10 jaar later, dat is 2017. En zij is ook vooral geïnteresseerd in de katholieke kerk, die de gemoederen moet kalmeren. Nou koest, nou kalm. En zij concludeert dat in de periode van haar onderzoek er is een bewuste instandhouding is van de sociale orde door de kerk, en geringe sociale mobiliteit. Voor de, zoals zij dat noemt, de Curaçaose onderklasse, katholiek, 70% van de bevolking, die door de kerk gedomineerd wordt en eigenlijk op hun plaats wordt gehouden. En zij zegt, bepalend voor dit verhaal en die dominantie is het onderwijssysteem, dat gedomineerd wordt grotendeels door de katholieke kerk. En zij ziet dan ook hele duidelijke selectie- en uitsluitingsmechanismen. En daar zal ik vandaag, vanavond ook wat meer over vertellen. En wat we hier zien, het is natuurlijk een heel modern begrip, maar in Curaçao kun je er echt niet onderuit, en dat is intersectionaliteit. Het samenkomen van verschillende gelijktijdige werking van bijvoorbeeld etniciteit, gender, klasse, religie, op machtsverhoudingen. En dat zie je in deze samenleving echt in optima forma. Nou, het gaat natuurlijk over politiek.
En ik geef u een hele korte schets van de politiek. In 1865 komt er een regeringsreglement. Dat is een soort grondwet voor Curaçao. En in tegenstelling tot Suriname, dit is dus echt een verschil, in Suriname werd er een mini-parlement gecreëerd. Dus er was een vertegenwoordigend lichaam. Dat was op Curaçao en de onderhorige eilanden niet het geval. Dus Curaçao krijgt geen gekozen volksvertegenwoordiging. De macht is in handen van de gouverneur met een raad van bestuur als adviserend lichaam. De gouverneur is almachtig en zoals ze al zeiden, die sprak je niet tegen. En die gouverneur werd door Nederland benoemd. En dat was in goed Nederlandse traditie. De gouverneur van Curaçao was een katholiek en die van Suriname was een protestant. Dus zo werd dat ook nog religieus in Nederland verdeeld. En er was een koloniale raad met een zeer beperkt mandaat. Die kon de gouverneur adviseren. En die raad was in handen van de witte protestantse elite. Want dit is de grote scheidslijn in Curaçao. Het is niet alleen wit-zwart. Wit is protestant. Zwart is katholiek. Dus daar zitten spanningen en die zullen we ook terugzien. En pas in 1923, dus we zijn best wel ver in de 20e eeuw, komt de eerste man van kleur in dat college van de koloniale raad. Dus dat is de eerste keer dat er een anders gekleurde man in die raad komt. En zoals al net verteld is, het kiesrecht werd bepaald door de census. Dat is de hoeveelheid belasting die je betaalt. En dat ligt vrij hoog en dat sluit dus heel veel mensen uit. Op de andere eilanden, want er zijn nog 5 eilanden natuurlijk, hebben ze geen gouverneur, maar een landsraad zoals dat heet. En daar hebben dus maar heel weinig mensen ook kiesrecht, want dat is weer dat censuskiesrecht. En om een idee te geven, dit is een krantenstukje, en dan zal ik het voorlezen voor de livestream, gaat over Bonaire in 1919. Bij zijn verkiezing van de nieuwe landraad, die hier deze dagen plaatsvond, is de heer P.L. de HZ met algemene stemmen als landraad herkozen. In het geheel hadden 6 personen van hun kiesrecht gebruik gemaakt. Dus dit is een kleinschalig, of zeker op de eilanden, op de andere eilanden in Curaçao, kleinschalig gebeuren, maar heel weinig mensen hebben kiesrecht. Dus je kunt zich ook voorstellen hoe dat gaat, dat natuurlijk maar heel weinig mensen zijn die ook in aanmerking komen om gekozen te worden. Er is net al iets verteld over de sociale verhoudingen op Curaçao. Ik ga terug naar Curaçao. En ik denk dat het belangrijk is om te weten, afschaffing van slavernij, dat wordt altijd genoemd als een keerpunt. Is het ook, maar ik zou het vooral een juridisch eikpunt willen noemen. Het is een juridische verandering. Sociaal, economisch is er nog een hele lange weg te gaan. En ik ben dan ook altijd heel huiverig om bij de afschaffing van de slavernij emancipatie te noemen. Want dan lijkt het net alsof in 1863 iedereen opeens van sociaal-economische positie veranderde. En dat is maar de vraag. Ik ben zelfs geneigd te zeggen dat het dus emancipatie meer dan 100 jaar heeft geduurd. Op bijvoorbeeld Curaçao, maar ook in Suriname. Dat is een langdurig proces. Curaçao was niet echt een plantagemaatschappij, geen klassieke plantagemaatschappij, maar er waren wel plantages met slavenhouders en landheren, de zogenaamde jons. En wat er gebeurt is dat de meeste voormalig slaafgemaakte, die blijven op de plantage wonen. En die zitten daar in een soort pachtsysteem. En dat betekent dat ze op het land mogen wonen en werken, maar ze moeten ook corvée verrichten voor die jon. Het is een soort corvée-systeem. En het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ik ga eerst mijn eigen oogst doen en dan ga ik ook eens voor die jon werken. Nee, de jon gaat voor, dus daar moet je eerst de oogst van doen en dan komt jouw eigen werk aan bod. Dus daar zit die machtsverhoudingen tussen de jon en de voormalig slaafgemaakte, die blijven eigenlijk nog wel gelijk. En zoals al een paar keer gezegd, en ik blijf het zeggen, die Rooms-Katholieke godsdienst die blijft superbelangrijk. De kerk speelt een gigantische rol in Curaçao. Ze hebben een beschavingsoffensief, men probeert
mensen toch wel enigszins op te leiden. En men probeert ook werk te vinden. Want na die afschaffing van die slavernij is er ook nog een probleem van wat kunnen mensen dan doen als ze echt van die plantages weggaan. En het grote alternatief is het maken van strohoeden. En dit wordt helemaal door de kerk ook geëntomeerd en bevorderd. Maar dat zijn natuurlijk ambachtelijk werk, maar dat gaat natuurlijk je niet gigantische salarissen of winsten opleveren. En voorts streeft de kerk, als je het over beschavingsoffensief hebt, naar de nucleaire familie. Het kerngezin van man, vrouw en kinderen. En veel kinderen. In mijn zoektocht naar hoe het met vrouwenkiesrecht ging, ben ik natuurlijk ook in de kranten gedoken. En om even beeld te geven van het krantenlandschap, dat heb ik zelf niet verzonnen. Dit komt van Delver. Dat is natuurlijk, Delver is de fantastische bron in Nederland, ook voor kranten uit de voormalige koloniën. En dan staat hier: met opheffing van de censuur per 1 januari 1866 ontstaat, mede door binnenlandse en buitenlandse politieke perikelen, een strijdbare, veelzijdige en veeltalige verzuilde opiniepers. Liberalen en katholieken bestrijden elkaar te vuur en te zwaar. Dat is even belangrijk om te onthouden. Maar ze zijn geen lang leven beschoren. 4 jaar maximaal. Zijn de onpartijdige en partiaal als sol. De civilisado is uitzonderlijk omdat dit de eerste periodiek is waarin politiek en cultureel nieuws in het papiaments wordt gebracht. Van cultureel belang is ook het Spaanstalige weekblad voor letterkunde en muziek, zoals de titel zegt, Notas y Letras. Maar de belangrijkste krant is natuurlijk, staat nog steeds, de Amigo. Dat is een krant van de Paters Dominicanen, die hebben het opgericht, was eerst een weekkrant. En komt later vaker per week uit, 2 of 3 keer. En zo zegt Delver, door zijn algemene en volzijdige nieuwsvoorziening is dit blad toonaangevend voor de weergave van de dagelijkse realiteit van de koloniale Antilliaanse geschiedenis. De krant verscheen tot 1900 in het Nederlands en het papiaments vanaf 1900 uitsluitend in het Nederlands. Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Dat ga ik hier niet doen, want dan zijn we weer heel wat ver. Ik heb in mijn inleiding 2 dingen aangegeven. De grote groei van de bevolking op Curaçao en de ligging voor de kust van Venezuela. Dat zijn 2 dingen die samenhangen met de komst van de olieraffinaderijen. In 1915... komt Shell in feite met een raffinaderij op Curaçao. En de komst van Shell, dat brengt grote sociaal-economische, politieke en culturele veranderingen op het eiland. Waarom Curaçao? Nou, om te beginnen heeft Curaçao het geluk van een fantastische natuurlijke haven, het Schottengat. Maar er is een andere reden. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld Aruba ook een grote raffinaderij krijgt, de Lago. En dat is: de olie wordt gevonden in Venezuela, maar dat is politiek onrustig. Dus de grote oliemaatschappijen zetten die raffinaderijen op die Nederlandse koloniën die wel stabiel zijn. Dus als je soms denkt van geschiedenis herhaalt zich op een andere manier, ja, hier is dus sprake van zoiets. Maar wat er gebeurt op Curaçao, er komt werkgelegenheid, industrialisatie, hele nieuwe banen, immigratie, grote immigratie. Shell is degene die heel veel oude plantages nu opkoopt om de woonwijken te maken, maar ook voor de watervoorziening. Curaçao is een ontzettend droog eiland, watervoorziening is erg belangrijk. En ze kopen dus plantages om waterputten te kopen. En Shell wordt de grootste grondbezitter van Curaçao. Dus Curaçao gaat eigenlijk van de John op de plantage naar de Shell. En Shell beheerst het leven op het eiland. En ik heb al die bevolkingsstaatjes laten zien, maar Curaçao is echt spectaculair. Tussen 1925 en 1955, dus 30 jaar, verdrievoudigde de bevolking. Dat is dus echt enorm veel.
En al in 1930 komt 28% van de bevolking van elders. Dus dat is immigratie. Dit zijn mensen die vaak niet katholiek zijn en geen papiaments spreken. Dus er komen echt hele andere bevolkingsgroepen in snel tempo naar het eiland toe. En ze komen van de andere Antillen, uit Europees Nederland, de Britse Franse Cariben, Venezuela, Suriname, Madeira, China. Dus Curaçao wordt heel erg snel, in een echt rap tempo, heel erg anders van bevolkingssamenstelling. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor cultuur en dergelijke. Dat eiland verandert razendsnel. Maar het is ook een eiland dat dus in bloei staat, als je dat zo zou kunnen zeggen. Economisch gaat het goed. Terwijl in de rest van de Cariben gaat het in, zeker in de jaren 30 kwakkelen. Curaçao blijft groeien. Er komt sociale mobiliteit. Er is de opkomst van een middenklasse. Maar het is ook nog zeer raciaal gestratificeerd. En dat zie je ook geografisch. Wijken waar witte mensen wonen, waar zwarte mensen wonen, waar mensen van kleur wonen. Er zijn grote verschillen. En de Shell en de Rooms-Katholieke Kerk vormen een heel mooi verbond met elkaar. Want Shell en de Rooms-Katholieke Kerk, die beide propageren die nucleaire gezinnen. Met de vader die werkt, de moeder die thuis zit en voor de kinderen zorgt. En het zijn deze gezinnen die van Shell ook heel gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een hypotheek. Die kun je alleen krijgen als je getrouwd bent en niet als je bijvoorbeeld samen woont. Dus met die hypotheek komt een woning. Als jouw kinderen uit een religieus huwelijk stammen, dan hebben zij recht op onderwijs. Anders niet. Dan heb je recht op pensioen. Dan heb je recht op medische zorg. Dus zo kun je de moraal in een land, de katholieke moraal, verder doorzetten. En hetzelfde geldt voor Aruba trouwens, met de Lago. Ook daar zie je dat de Lago echt het hele eiland bepaalt. Mensen zeggen ook van, in fact, Lago was the government. In plaats van de overheid zie je dat Lago zorgt voor infrastructuur, voor onderwijs, voor zorg. Dus die raffinaderijen op die eilanden, die grote oliemaatschappijen, hebben echt het beeld bepaald. En dat is ook politiek zo, want al gauw heeft bijvoorbeeld op Curaçao Shell iemand in de koloniale raad als vertegenwoordiging. Wat je ook ziet is dat die oude protestantse witte elite op Curaçao wordt opgenomen in die groeiende middenklasse die rond Shell ontstaat. En dat is belangrijk om te weten, dus die sociale verhoudingen, die klassenverhoudingen, die verschuiven enigszins. Nou, dit is een inleiding op het politieke gebeuren waar ik het nu over ga hebben. Want er is wel wat politieke discussie, die begint al in de beginjaren van de 20e eeuw, van hoe moet het nu verder met deze eilanden. Er is sprake van, moeten we niet wat meer macht toch naar Curaçao zelf in plaats van alleen in Nederland? En ik moet er ook bij zeggen, dat is wel belangrijk om te weten, in Nederland was de belangstelling voor de kolonie in de Cariben minimaal. Men interesseerde zich er eigenlijk niet voor, men interesseerde zich helemaal niet zo voor de kolonie, maar als men er zich voor interesseerde, was het van Nederlands-Indië. Dat was groot, dat was machtig, dat was economisch interessant. En die eilanden en Suriname, ja, wat moest je ermee? Dus dat was al een punt van hoe die verhoudingen waren al moeizaam. En dat wilde men op die eilanden wat veranderen. Nou, hoe krijg je dan gehoor? En de eerste stappen die er dan gemaakt worden, is dat naast dat censuskiesrecht, dat men capaciteitskiesrecht wil. Daar hebt u het al even over gehad. Capaciteitskiesrecht is dat je ook mag kiezen naar je opleiding. Als je genoeg opleiding hebt genoten, dan zou je met capaciteitskiesrecht ook het stemrecht kunnen hebben. Nou, dan het hele gedoe, als je dat al zou hebben, wat is dan de drempel? Want de drempels moeten er zijn. En hier is een eerste voorbeeld. Kwijt. Nou, in 1907 wordt er al gesproken over
het invoeren van capaciteitskiesrecht. En dat is waarom dat belangrijk wordt gevonden, is dan wordt er gezegd, ja, je hebt natuurlijk rijke mensen die heel veel belasting betalen en dus kiesrecht hebben, maar ze zijn zo onbeschaafd als het maar kan. En wij als bijvoorbeeld onderwijzers die doorgeleerd hebben, wij hebben geen stemrecht. Dit is niet eerlijk. Dus daar komt die beweging een beetje vandaan, van wij willen ook stemrecht. En dan verschijnt er in de jaren 20 een rapport van de commissie Staal, en dat ging over Suriname en Curaçao, van er moeten dingen veranderen, er moeten grondwettelijke wijzigingen komen. En de commissie zou ook zich uitspreken over vrouwenkiesrecht, specifiek. Commissieleden waren zo verdeeld dat ze er niet uitkwamen, hebben niks erover gezegd. Zeggen van nou, dat laten we gewoon aan de regering, wij zeggen niks. Dat rapport dat verdwijnt in een la, in een Haagse la. Maar werd er opeens, 11 jaar later, toch weer uitgevist. En dan komt er heel, heel langzaam beweging. Er komt de beweging in Curaçao en Suriname het kiesrecht kunnen uitbreiden. Het is zeker nog geen sprake van algemeen kiesrecht, absoluut niet. Het is meer kleine stappen, zoals dat dan heet, om het volk klaar te stomen. Dus het is dus heel paternalistisch, kleine stappen, van, maar door steeds de drempel iets te verlagen, kun je misschien meer zeggenschap creëren voor de eigen bevolking. En de eerste bijdrage die ik echt heb gevonden over vrouwenkiesrecht, die wat langer was, die komt. Dit is mijn slide over capaciteitskiesrecht, waar ik zei van, maar dat bezit van vaste eigendom, zelfs door de waarde van 500 gulden dikwijls samengaat met volslagen gemis aan opvoeding des bezitters, is bekend. Daarbij zijn zij, die op een trap hoger staan van beschaving, verstoken van kiesrecht bij gebrek aan eigendom. Dus dit is inderdaad het argument van, we willen capaciteitskiesrecht, zodat degene die beschaafd zijn, of die in ieder geval opleiding hebben genoten, dat zij mogen kiezen. Dus dit is een van die voorstellen waarom dat gebeurt. En dan komt er een ingezonden brief van R.F. Reumer, en ik had het net over de ex-gouverneur, maar die heet R.A. Reumer. En ik denk dus niet dat het van hem is, maar hij is de eerste die echt spreekt over vrouwenkiesrecht in een langer stuk. Dat gaat over kiesrecht in het algemeen, maar hij noemt dan echt expliciet vrouwenkiesrecht. Maar het vrouwenkiesrecht is geen complimentje, maar erkenning van een recht haar van nature eigen. Zo ook het stemrecht, of beter stemplicht in het algemeen, is geen gunst die verleend kan worden, nog een gunst dat gebedeld moest worden, maar doodeenvoudig een recht dat erkend behoort te worden. Dus hier is de eerste keer dat er heel duidelijk wordt gesproken over eigenlijk een algemeen kiesrecht. Daar wordt verder niet zo heel veel mee gedaan, maar wat wel heel belangrijk is, in die tijd, en vooral later in de jaren 30, zie je de ontluikende politieke partijen. Dat begint heel langzaam te komen, eerder dan bijvoorbeeld in Suriname, dat politieke partijen zich beginnen te ontwikkelen, maar die spreken zich op dat moment niet specifiek uit over vrouwenkiesrecht. Het grote kantelpunt komt, zoals u al noemde, in 1936 met de nieuwe staatsregeling, zoals dat dan heet. Mag ik even vragen wie meneer Reumer over is? Nou, meneer Reumer, dat is dus zo interessant, dat weet ik niet precies. Kijk, het zou de meneer Reumer waar ik het over had bij het boek Een Volk op Weg, en die ook later gouverneur was, maar dat was R.A. Reumer. Ja. Dit is R.F. Okay. Het kan dat het een typfout is in de krant. Ik sluit niks uit. Maar de naam Reumer komt ook wel weer vrij veel voor. Dus ja. Mm-hmm. Okay. En hij zou dus het boek hebben vermeld. Dat denk ik ook. Als hij dit. Ja. Okay. Dus ik weet. Kijk, dit is gewoon heel veel van die ingezonden brieven. Dat is heel opvallend. Dat is ook in Suriname zo. Dat is alleen een initiaal.
dan wordt er met een initiaal getekend. Ja, dan kun je net zo goed anoniem natuurlijk insturen, ja. Want dat schiet niet zo erg op. Het opvallende is van deze brief, die vrij lang is, hè, dit is maar een heel klein deel eruit, dus een vrij lange brief, dat die echt ondertekend is. En het was toen nog een zeer progressief standpunt. Dus het was wel iemand die zijn nek uitstak. Dus daarom is het... Dus in 1936 wordt in de Staten-Generaal in Nederland, hè, kolonie, dus Nederland bepaald, wordt gesproken over die nieuwe staatsregeling. En er wordt dan geopperd, zou er geen mogelijkheid zijn om in ieder geval passief kiesrecht voor vrouwen ook in te voeren in Suriname en op de Antillen. Nou, de minister van Koloniën op dat moment is Hendrik Colijn. Niet de grootste progressief in de Nederlandse geschiedenis. En hij achtte actief of passief vrouwenkiesrecht in één, en ik citeer, politiek opzicht primitieve samenleving als de West-Indische ongewenst. Dus Colijn die wenste de deur dicht te houden. En dan is het de Tweede Kamerlid Betsy Bakker Noord van de Vrijzinnig Democratisch Bond die de zaak kantelt. En zij diende een amendement in op dit op deze regeling en vraagt van als je een echte volksvertegenwoordiging hebt, dan moet ook de stem van de vrouw worden gehoord. En dan ga ik nou twee langere citaten geven van... Waar zijn die citaten? Ah, hier is het. Hier komt mevrouw Bakkenoord. Meneer de voorzitter. Er is een plekje in de Caribische Zee waar reeds ongeveer 300 jaar de Nederlandse vlag waait. Toch zijn voor de meeste onzer Curaçao en Suriname onbekende oorden. Ik zou me niet gemengd hebben in de discussiën, onbekend als ik ben met de West-Indische toestanden, indien ik niet vreesde dat, als deze nieuwe reglementen ongewijzigd worden aangenomen, aan de vrouw in West-Indië groot onrecht zal geschieden. In de nieuwe reglementen toch wordt voorgesteld om alle vrouwen uit te sluiten van actief en passief kiesrecht. Dit geldt ook voor de vrouw die aan al de eisen voldoet die den West-Indische man tot kiezer van de koloniale staten zullen maken. Meneer de voorzitter, dat lijkt me niet alleen onbillig, toch ook onlogisch. De regering voert toch als argument aan voor het systeem van verkiezing en benoeming der leden der koloniale staten, dat zij de vertegenwoordiging van de belangen van alle bevolkingsgroepen zo goed mogelijk wil verzekeren. Maar, meneer de voorzitter, behoren vrouwen in West-Indië dan niet tot het volk? Zijn zij niet deel der natie? Dat schijnt zo, nu dezelfde minister van oordeel is, dat in West-Indië een echte volksvertegenwoordiger kan bestaan, zonder dat daar de stem van de vrouw zal worden gehoord. Nou, Betsy Bakker Noord is natuurlijk heel bekend in Nederland geworden als parlementariër. Ze heeft ook een lemma gekregen in de nieuwe versie van 1001 Vrouwen. Maar haar rol voor Suriname en de Nederlandse Antillen wordt helemaal niet genoemd. Wat ik ook wel weer typerend vind. Dus nou komt die staatsregeling, daar hebt u het ook al over gehad. En wat betekent het? Curaçao krijgt zijn eigen parlement, de Staten van Curaçao. Daarin zijn 10 gekozen leden, 5 benoemde leden. Met die benoemde leden probeer je natuurlijk nog enigszins dat de gouverneur zijn eigen mensen in de Staten kan krijgen. En er komt passief kiesrecht voor vrouwen. Dus vrouwen mogen wel gekozen worden, maar mogen zelf niet kiezen. Dat is een merkwaardige constructie. En in tegenstelling tot Suriname worden er ook geen vrouwen gekozen in die eerste verkiezingen. In Suriname gebeurt dat wel, op Curaçao niet. Ik zit nu even te kijken voor de tijd. Hij moet een korte pauze door iemand zijn mond. Nou, dan ga ik dit nog even afmaken, dit deel. En dan, dit is het interessante in Curaçao. Na die staatsregeling in 1936 breekt de discussie pas echt los. Dan komt de grote discussie over het census- en capaciteitskiesrecht. En het is de gouverneur die de deur openzet. Bij de eerste, de beste zitting van de Staten zegt hij, ja, zoals het kiesrecht nu is, is het niet eerlijk.
Het is veel te klein. Veel te weinig mensen kunnen nu gaan deelnemen. Uiteindelijk, kijk, wat dit betekent is dat ongeveer 6% van de bevolking nu census of capaciteitskiesrecht heeft. En uiteindelijk doet 2,5% van de bevolking mee aan de verkiezingen van 1937. Zelfs de gouverneur ziet dat dat niet de manier is om verder te gaan. Hij zegt, zo kan ik niet de Staten een vertegenwoordigend lichaam noemen. Dus de eisen moeten veranderd worden. En dan begint het gebakkelei. En dan zie je dat er een verdeling komt in katholieken en niet-katholieken. Dat zijn vaak de vrijzinnigen of de liberalen genoemd. Maar ook van de nieuwe witte elite en de opkomende mensen van kleur. Tegen autochtonen, tegen nieuwkomers. Er is dus een heleboel gedoe. En over die nieuwkomers, als je kijkt naar de percentages. 2% van de eigen bevolking had kiesrecht. 10% van de nieuwkomers. Dus ook daar zaten spanningen. Het was moeilijk. En om enkele citaten geef ik om de spanningen weer te geven en ook de discussie. Wij moeten geen algemeen kiesrecht of vergroting van het kiesrecht voor de totaal onmondige massa. Dan komt van de katholieken. Passierlijke superioriteitswaanzin van het liberalisme en zelfgenoegzaamheid van de onverdraagzame vrijzinnigen. De holle frases van de minderheid. En de Amigo was natuurlijk een spreekbuis voor die katholieke meerderheid, als katholieke krant. En er is dan één ingezonden stuk van meer dan één hele krantpagina. Dat waren nog van die broadsheets. En de hele eerste pagina was gevuld ermee. En ik lees daar weer enkele citaten. Wederom komt een aantal katholieken in het gedrang. Colijn, dat was natuurlijk geen katholiek, maar een echte protestantse ARP'er, doet enigszins denken aan iemand die met een zuurzoet gezicht zich gedwongen voelt een gunst toe te staan. Dit kiesrecht is een karikatuur. Wij katholieken worden de dupe, want we sluiten lagere ambtenaren, ambachtslieden en dergelijke uit. Katholieken zijn in de meerderheid, maar men mag zich weer tevreden stellen met een minderheid van kiesgerechtigden, zoals zij jaren en jaren lang in de koloniale raad een minderheid zijn geweest. Een onrechtvaardigheid waarmee men ons katholiek volk zo lang al behandelt, wordt hiermee bestendigd. Dus dit is een heel verhaal, het gaat weer niet over vrouwenkiesrecht, maar wel over, we voelen ons niet juist behandeld, we voelen ons gediscrimineerd, en dat speelt een hele grote rol. Dan komt de gouverneur met een voorstel om met name het capaciteitskiesrecht, om de drempel te verlagen, en dat wint hij ternauwernood, met één stemverschil. En in 1939 is dan deze kiesrechtsstrijd beslecht. Je moet minstens 6 jaar lagere school hebben om te mogen stemmen. Nou, dat is een enorme verlaging, want het was MULO, dat maar heel weinig mensen hadden gelopen. Maar zelfs die 6 jaar blijkt dan problematisch. Want een heleboel scholen hadden geen registratiesysteem. Dus je kon niet bewijzen dat je 6 jaar naar de lagere school was geweest. Dus daar kwam weer een volgende drempel. Maar het gevolg hiervan wel is dat in 1941 dan ongeveer een kwart van de mannen kiesgerechtigd zou zijn. Nog steeds geen vrouwen in dit verhaal, maar je ziet dat er heel langzaam wordt de kiesdrempel verlaagd en worden meer mensen bij betrokken. En dan wil ik dit deel even afsluiten met een interessante meneer die eigenlijk niet genoemd wordt, want iedereen heeft het ook voor doctor. Maar daar is Abraham Mendes Chumachero. Ja. Die is overleden in 1902, dus dat is echt al, die is dan echt al lang dood. Maar hij wordt dan gezien en ook vereerd als de woordvoerder van de groep die opkwam voor in ieder geval beperkt kiesrecht. En hij heeft een prachtig artikel, het artikel, maar de titel is echt geweldig. Zal het kiesrecht Curaçao tot kannibalisme voeren? En dat is een reactie op een publicatie van een witte Europese Nederlander, Hamelberg. Die heeft geschreven dat algemeen kiesrecht tot kannibalisme het aanbidden van valse goden en hekserij zou leiden. Dus hier ook weer deze spanningen. En Chumachero zegt dan ja,
zou dat nou echt leiden tot kannibalisme? En hij heeft zijn plan voor algemeen kiesrecht nooit uitgewerkt, maar hij zei wel dat dit onderwerp grondig onderzocht mocht worden. De man verdwijnt, hij is overleden in 1902, dus hij verdwijnt een beetje uit het collectieve geheugen. Maar bij de eerste openingszitting van die koloniale staten, van die Curaçaose staten, wordt hij geëerd als het sieraad van onze maatschappij. En... Misschien wel in een pauze. Toch? Maar wat er in ieder geval gebeurt, is er komt een comité en die gaan geld inzamelen, een soort crowdfunding actie, om... Oh, hier is het. Dank je wel. Er is een commissie gevormd voor de nagedachtenis van beide de heer Abraham Mendes y Chumachero, vurige voorstander van het kiesrecht voor Curaçao te eren. Maakt hierbij bekend dat zij voornemend is op de dag van de opening der Staten een krans te leggen op het graf van de heer Chumachero. Voornoemd op de begraafplaats van de Nederlands-Portugees-Israëlitische gemeente om 5:00 des namiddags. Belangstellenden worden beleefd uitgenodigd bij deze plechtigheid tegenwoordig te zijn. Bijdragen voor dit doel zullen granen in ontvangst worden genomen door de penningmeester, de heer Winkel. Die kranslegging vindt plaats en wie houdt de grote speech? Doctor. Dus dat komt allemaal weer mooi samen. Doctor is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. En hij houdt daar een belangwekkende speech. En dat gaat ook inderdaad over autonomie van Curaçao. Wel nog in het verband met Nederland. Dus het is een soort groot Nederlandse gedachte die wordt uitgedragen. Maar wel met duidelijke wijzen van wij willen autonoom worden. Wij willen zelfstandig kunnen beslissen. En dan hoop ik na de pauze daar nog iets meer over te kunnen vertellen. Dank u. We hebben nu een kwartiertje pauze. Achterin is wat te drinken te krijgen en nog een kwartiertje gaan verder.